Nee, jullie zijn naar Monkey Town geweest om inspiratie op te doen voor het Spelparijs. Ja, dat is helemaal juist. We gingen met een groep van 6 mensen gingen we richting Rotterdam-Zuid. Inspiratie op doen voor onze, het toenmalige concept. Hij is nu vergooid vanwege onze ervaringen die we daar hebben opgedaan. Kleine 6 haltes met de tram en toen kwamen we eraan. En het was erg druk, veel kinderen. Even met de eigenaar gesproken van hoe dat nou gaat daar. Mochten we foto's maken? En waar moesten we dan rekening mee houden? Nou, we moesten rekening houden dat we geen jinnetjes op de foto zetten. Dus, en dat we niet met te veel mensen eigenlijk bij de speelkooi gingen staan, want dan kregen misschien de ouders een beetje een raar gevoel. Nou ja, niet te veel kinderen en niet te veel mensen, dus 1 persoon erheen gegaan, hoogstrijdende ben jij geweest. Ja, precies, dat was ik. Ja, inderdaad. En ik mijn schoenen uittrekken en als peuter van 26 weer door de hindernissen. En het was erg leuk om te doen, moet ik eerlijk zeggen. Je begint eigenlijk. Je werkt eigenlijk je weg omhoog. Was in dat speelparadijs zo. En veel van die ervaringen die je tegenkwam, waren inderdaad, brachten jeugdsentiment omhoog. Dus denk aan ballen die heen en weer zwaaien. En. Touwen, ja, een soort van. Hoe zeg je dat? Ja, van die dingen die je in het zwembad ook hebt, waar je dan mee mapt en zo, en die hingen er dan en daar moet je een beetje doorheen frutselen. Veel loopbanen en andere dingen. Ja, het was erg leuk, niet erg geschikt voor het concept zoals wij hem hadden staan, was de conclusie uiteindelijk. Hoe komt dat? Dat was voornamelijk gericht op, we wilden een singleplay game maken. Zag het sowieso al niet terugkomen, want kinderen spelen in die in dat grote speelparadijs eigenlijk met z'n allen. En ik denk dat als je er 1 iemand zit zonder zijn neerzet zonder zijn vriendjes, dan is het niet meer leuk. Want het is nu juist leuk om inderdaad die stengels waar ik het over had, om die heel hard heen en weer te gooien. Dat als jij sneller bent dan je andere vriend, dat je dan dat je maatje hem in zijn hoofd krijgt. Ja, dat is bij de jongens dan voornamelijk zo. Dat je maatje er een beetje last van heeft. En, zo snel mogelijk van de glijbaan af en dat soort dingen. Dus ja, het kwam er eigenlijk op neer dat als je dit als singleplayer wilde doen, dan zagen we daar geen succes in. Wel een heel leuk thema, echt super leuk thema. Ik vond het erg heel grappig, want er zaten heel veel hindernissen in. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen wat nou de leuke hindernissen waren, maar ja, het was gewoon een heel grappig thema. Ballenbak natuurlijk, uiteraard. Maar dat is ook niet leuk. Dat is alleen maar leuk als je een maatje hebt zodat je ballen kan gooien en dat soort dingen. Maar dat was gewoon een runner game waar je een beetje parcours af moet leggen. Juist, ja. Met z'n tweeën daar parcours afleggen, dat zou niet de juiste ervaring leveren. Nee, dat zou niet de juiste ervaring, want het doel was ook niet zo snel mogelijk door het parcours heen te komen. Ja, niet helemaal soms ook wel, maar dat is maar even leuk. Maar het is ook leuk om de anderen een beetje dwars te zitten op het parcours. En dat moet eigenlijk niet met een AI, was eigenlijk de conclusie, maar dat moet echt met een partner. Dat draagt bij aan de bijdrage. Kunnen we ook concluderen dat het eigenlijk het leukste was om samen te spelen en daarom nu een beetje concept te gaan zoeken in de co-op? Ja, dat is eigenlijk inderdaad wat er is gebeurd. En het thema spreekt me nog steeds heel erg aan. Echt een heel grappig thema. Het was ook echt heel erg leuk zelf, ook al ben je dan 26, om daardoor door dat paradijs heen te lopen. En, weer de ervaring als een kind op te doen, brengt wel in een volwassen niveau ook wel een beetje spelen. En dat is toch wel grappig. En ik was ook niet de enige, moet ik eerlijk zeggen. Sommige ouders gingen ook mee, maar het waren er niet veel. Het waren ook vrij jonge ouders, dus het was wel out of element. Maar inderdaad, dat was de conclusie dat we eigenlijk moesten beginnen aan een co-op.